We hebben twee cases erbij. Uit Nederland ontvingen we het bericht dat iemand die in Suriname heeft vertoefd positief getest is op COVID-19 in Nederland. En op dit moment worden de contacten van deze persoon hier in Suriname opgespoord. Bij deze contactpersonen zullen dus verdere stappen worden ondernomen. En daarnaast is er een andere patiënt vandaag positief getest op COVID-19. Ook zij kwam uit Nederland. Ze is momenteel opgenomen in het RKZ. Een klein beetje duidelijkheid over de positieve gevallen in Suriname. Ik hoorde 3 en daarna weer 2. Dus ik snap dat even niet zo goed. 1 persoon is teruggegaan, dus het moet 2 zijn. Het aantal gevallen is een case die in jouw land is. De case is waarom we het wel hebben aangehaald. De persoon is in Suriname geweest, is nu positief getest geworden in Nederland. En wij moeten nagaan wat die footprint van die persoon is geweest, vandaar dat we het wel aanhalen. Maar de cases die wij dus nu positief in Suriname hebben, dat zijn 2 cases. En beide cases zijn in dit geval wel imported cases. Vanmiddag zijn er ook nog 6 COVID-19 testen ingezet voor verschillende suspect cases, omdat deze personen symptomen vertoonden. Wij wachten momenteel het resultaat van het Centraal Laboratorium af. En in die tussentijd gaan we door met het trainen, omdat de bewustwording misschien nog niet optimaal op gang is gekomen. Het ministerie van Volksgezondheid en nu ook in het managementteam vraagt al 2 maanden aan u. Was uw handen, houd uw afstand, maak uw omgeving schoon. En we blijven dat vragen. We hopen dat de samenleving serieuzer ook met deze opdracht van volksgezondheid om zal gaan. En dat we er geen grappen meer over maken. Omdat bij elke positieve case komen er meer bij. Dat is onvermijdelijk. Het virus komt via de slijmvliezen binnen. En we hebben niet alleen slijmvliezen in ons gezicht. Onze genitaliën, onze tussen de benen, hebben ook slijmvlies. Toiletten blijven reinigen. Als u op een vreemd toilet gaat, niet op de bril zitten, alvorens u dat heeft gereinigd met alcohol. Al die deurknoppen, iedereen moet een deurknop aanraken om een zaal binnen of naar buiten te gaan. Reinigen met een chlooroplossing, met desinfectant. Blijf hoest-nies-etiketten toepassen. Gebruik niet je blote hand om te hoesten en te niezen. Gebruik een wegwerpdoekje. Als het te snel gaat, want soms kan die niet snel komen, trek je trui snel en nies naar binnen. In je elleboog. En reinig daarna je handen. En bent u, dit is voor het reizigerspubliek die we nog in Suriname hebben, bent u de afgelopen 14 dagen uit landen geweest? Vraag ik u om contact op te nemen met uw huisarts en de BOG hotline 178. En blijft u thuis totdat er iemand bij u komt. En bent u in nauw contact geweest met een persoon die COVID-19 bevestigd is, in dit geval de 2 gevallen die wij in Suriname hebben, want de meneer die weg is gegaan, kunnen wij niet als een Surinaams geval nu meer tellen, alleen de footprint wordt nagegaan. Vraag ik om contact op te nemen, en ze weten wie ze zijn, want er wordt contact ook met ze gemaakt, en ze weten wie ze zijn.